Gaat het nou? Nee, ja. Voel je je duizelig? Een beetje duizelig. Word je flauw vallen, Charianne? Oké, dan is het goed. Ik zou bang voor ben is dat het een operatie misschien wordt of zo. Omdat de elleboog een moeilijke plek is. Als het een sprake is van een breuk. Ja? Maar daar merk je niks van, hoor. Ja? Dat voel je toch niet meer. Maar we gaan eerst naar de dokter, toch? Kijken wat hij zegt. Hè? Je moet eerst goed kijken. Nee, dat valt wel mee, toch? Ben je een beetje bang, nee, ja? Nee, zie je wel. Dat is gewoon sneu voor haar ook, met vakantie. Ja, maar dan verzinnen we wel wat, toch? Terwijl Charienne haar lot afwacht in het ziekenhuis, stuiteren haar zes broers door het huis. Alle opgebouwde spanning moet eruit. En dat maakt het voor Tayla een stuk zwaarder om de rust in huis te handhaven. Oh, dat was mijn been. Ik ben Daniel Kracht, spoedeisende hulparts. Hoi, Pijnlijkracht. Hoi, Pijnlijkracht. Wat is er met je arm gebeurd? Want ik zag een foto en daar schrok ik een beetje van. Eerst controleert de dokter Charienne op eventueel ander letsel, voor ze naar haar arm kijkt. Want door de pijn kan het zijn dat Charienne's andere blessures niet meer te voelen zijn. Heb je zenuwen, joh? Nee, ik zit nooit stil. Je oh, je verschrikkelijk, man. Ik voor iedereen moet jij mee, met mij. Je zou altijd bij iedereen mee dan nou, echt. Mee dan nou, echt, man. Dan hebben ze nooit de neiging om de dub te pakken en gewoon hier zo aan die stoel vast te plakken, zo dan of zo. Nee, echt niet. Die elleboog, die zal best wel heel erg pijn doen. Want ik zie eens dat die uit de kom is. Ja. Dus dat betekent dat die elleboog, dat hoort eigenlijk zo te zitten. En dan kan die elleboog mooi zo op en neer gaan. Maar bij jou zit die zo. En daarom doet het zoveel pijn. Als jij slaapt, gaan we de elleboog weer op zijn plek zetten. En daarna komt er gips omheen. Ja, ik ben zeker wel op dat het geen breuk is. En ik hoop ook dat het geen operatie, ja, kleine ingreep nu. Dan is beter. Het zijn echt beter. Ik was al bang voor een operatie met een langdurige opname. Ja, zenuwleier. Dat is geen zenuw. Nee, dat is wanneer ik rustig ben. Maar dat meen je niet. Heb je ook duct tape hier? Nee, hè? Duct tape hier? Ja. Nee, duct tape hebben we niet. We hebben wel heel veel pleisters. Ja. Heb je het nodig? Ja, een zoon die heeft wat stuiptrekkingen. Oh, oké. Ja. Charienne wordt naar de behandelkamer gebracht, waar haar elleboog weer rechtgezet zal worden. Waar gaan we naartoe? Markt. Ja? En wij ook. Ga je ook weer naar de markt? De familie Lopez is met zus Junaika en haar drie kinderen compleet. En dat wordt gevierd met een Antilliaanse barbecue. We zijn er. 12 man sterk gaat het gezelschap op jacht naar vlees. Wel opletten op de kinderen, hè? Want zomaar zijn ze weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. 8. 8. Waar is Jordan? Kijk Jordan hier, ja. Kom, handje van Shanique vasthouden. Op de markt met 8 kinderen. Ja, dan moet je dan niet alleen komen. Ja, ik kan alleen met alle 8 komen. Ja? Ja. Als, okay. Als ze gewoon luisteren. Oké. Okay. Dan is er niks aan de hand. Je bedoelt 8 van jou zelf? Ja, dat kan gewoon. Wacht even, jullie mogen wel vooruit lopen. Maar ik moet je wel kunnen blijven zien. Goed? Ja. Dus als je me niet meer ziet, dan moet je stilstaan. Zo. Okay. Goed? Ja. Oké. Okay. Hoe zou jij dan... Hou even je mond. Hoe zou jij dan die 8 in de gaten moeten houden dan? Hoe zou jij dat doen? Ik zou gewoon een chip geven of zoiets. Nee, gewoon weet je van die bandjes die ze nu hebben? Aan de nek? Nee, niet aan de nek. Aan de pols gewoon. Ja. Ze kunnen er wel grapjes over maken, maar dan blijkt er toch echt iemand te missen. Waar is mama? Waar is mama? Als wij oma kwijtraken, dan weet oma de weg naar huis. Dus je hoeft niet bang te zijn. Waar is mama? Ze is ergens blijven hangen. Oh, ze staat daar met Talita. Je moeder heeft een riem.
Ja, voor je vader. Een barbecue bij Jay kan naar goede Antilliaanse gewoonte natuurlijk niet zonder kip. En die heb je op de markt in alle vormen en maten. Wat denken jullie, kippenpoot? Mag ik één zak van kipcarbonade, één zak van kippenpoten, één zak van vleugels, gemarineerd? Nee, hè? Nee. Doe ook een zak kippennek. Hoeveel zit erin? 650 gram. Is goed, hoor. Doe maar nog een zak. Nee. Oh, mijn. Tata. We hebben net kippennek gekocht. Kippennek met kippenmaag, gestoofd. Er verdwijnt een hele kippenboerderij in de tasjes en daarbij wordt geen enkel ledemaat vergeten. Nou, de kinderwagen wordt volgedouwd, niet met baby, maar met vlees. Niet meer. Ja, straks bij het eten. Het handig aan het hebben van veel kinderen is de draagkracht die het oplevert. Nou, zo loop je naar huis, naar de markt. En de Nilo draagt de watermeloen. Vast houden. Ja, daar word je sterk van. Ook Jan komt net van de markt. Als jij de perziken meeneemt, kan jij mooi de deur open houden. Ja, grote deur. Ik weet niet of ik dat kan. Eerst moet jij gaan. Ik geef hem eerst aan jou. Het is dinsdagavond in Huizen Nagelkerken en net als elke avond kookt Jan voor zijn tienkoppige gezin. Leggen wij eens schuin. Ja. Gelukkig vechten zijn dochters om te mogen helpen met de voorbereidingen. Ja, dat moet je even aan papa vragen, want dan hadden we aan Madeliefje beloofd dat ze dat mocht doen. Dus dan moet je even tegen Madeliefje zeggen, zullen we het samen doen? Zullen we het samen doen? Nee. Nou, kijk, daar heb je je antwoord. Misschien heeft papa een ander werkje voor jou. Ja, maar dat is ook voor elkaar. Ja, natuurlijk. Allebei mogen jullie ballen maken. Ja, er is er eentje niet allebei. Zo mee eens. Ja, je mag het allebei. Je krijgt allebei evenveel worstjes om balletjes van te maken. Goed, handje wassen. Koken voor 10. Jan draait er zijn hand niet meer voor om. Het is op zich niet zo moeilijk om voor zoveel te koken. Het is gewoon allemaal wat meer. Het enige is dat ik wel wat meer dingetjes maak dan gemiddeld mens, denk ik. Ik maak 3 soorten pasta altijd. Maar dan komt een deel wil tomatensaus, een deel die wil een soort witte carbonara saus. En dan voor mama maak ik altijd nog met geitenkaas. Als er iemand geen zin in het eten heeft, dan doen wij niet moeilijk. Ze moeten wel proeven, maar als het niet lust is, hoeft het echt niet op te eten. En dan pakken ze maar een boterham. Janssen sous-chefs houden zich strikt aan de hygiënevoorschriften. Je kunt er letterlijk van de grond eten. Als iemand hier gaat pakken, echt, is hij echt heel vies. En terwijl de vooravond al gauw het spitsuur is in een huishouden met kinderen, vindt Sophie de rust om te oefenen voor haar wekelijkse avond uit. Het zijn nieuwe nummers van het koor en dan gaan we die vanavond met de muzikanten oefenen. En dan wil ik daar eventjes van tevoren luisteren. Dat ik al een beetje weet hoe ze gaan. Dan sta ik daar vanavond en dan hoor ik het voor het eerst en dan dat vind ik niet zo fijn. Hij is van heel dichtbij. Ah! Oh. Als iemand deze op gaat eten, ook vies. Deze is ook op de grond gevallen. Dames, doordraaien. Ik ben al bijna klaar. Wat is doordraaien? Nou, draaien, doordraaien. Anders komen je ballen niet af. Oké. Wanneer het eten klaar is, hebben de Nagelkerkjes een handige, maar niet geheel pijnloze manier om het hele gezin aan tafel te krijgen. Leuk, Jan, zo'n bel. Dat is gisteren bij mij. Vind je het ook bij jou? Ja. Ik heb die bellen in je gezicht. Ja, wat denk jij? Ik laat Sofieke bellen. Kon ik tegen jou? Ja? Dan mag lief het nou niet deed. Hè? Ja. Kom, gaan we lekker eten. En dankzij een speciaal ontworpen draaischijf kan iedereen makkelijk bij het eten dat hij lust. Met geitenkaas. En dan moet ik van kotsen. Pardon? Dat vind ik een beetje hele rare woorden wat ik nou hoor. Wat zeggen we niet, hè? Smakelijk. Maar hoe pak je het aan als 8 kinderen willen vertellen over hun dag? We hebben estafette, hè? Ja. En drinken. Leuk. En ging nog taal doen. Ook nog. De ene keer gaat het heel goed. En de andere keer zijn ze heel druk en praten ze allemaal door elkaar heen. Maar dit is veel fijner, want dan kun je elkaar ook horen. Dus dat proberen we altijd wel. Lekker zo, hè, jongens. Ja.